Diana, matroos. Mijn gast is Edith Schippers, zij is VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer. We hebben uitgebreid gesproken over nou ja, hoe het is om uh, terug te keren... en uh, wat je daarin uh, bevalt en niet. Uh, maar laten we zeker even over die uh, campagne die je echt aftrapte... met premier uh, Rutte uh, voor deze verkiezing... met een groot interview in de Telegraaf eind uh, januari. De meeste mensen hebben het wel meegekregen. Waarbij jullie echt de aanval hebben geopend op de linkse wolk... zoals dat dan uh, wordt genoemd in een aantal woorden. Van waar die aanval... Uh, op links. Nou, we gaan naar verkiezingen toe en dan vind ik dat je wel helder moet maken dat er iets te kiezen valt. Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar waar die verschillen dan liggen, dan zijn die verschillen tussen partij van de arbeid en groenlinks aan de ene kant en de VVD aan de andere kant wel groot. Als je ziet dat als de overheid geld tekort is, dan is de Pavlov-reactie uh, bij groenlinks en PvdA is uh, belastingenverhoging. En wij denken dat je dat niet moet doen. Juist in een situatie waarin je nu zit, waarin je heel veel van burgers en bedrijven vraagt. Je vraagt aan bedrijven om om te schakelen van uh, niet duurzame productie naar duurzame productie. Je vraagt om zonnepanelen op het dak te, te schroeven. Om uh, uh, die energietransitie die we met elkaar allemaal moeten doormaken. Dus je vraagt aan burgers die moeten isoleren. Uh, die hebben uh, ook te maken met de inflatie. Wij vragen veel van hen. En dan zeg ik nou, als er um, een probleem is, dan moeten we niet de belastingen verhogen we moeten niet de rekening automatisch bij burgers en bedrijven leggen. Die moeten we juist bij de overheid... Overigens zeggen zij wat anders, hè? Want ik bedoel, zij zeggen dat ze die, uh, die tijd van Joop den El helemaal niet herkennen in hun eigen uh, verhaal... en dat het echt niet gaat over de belastingen verhogen. Maar dat is wat jullie zeggen. Verder nou, het, is, uh, ik, het is zijn negen belastingverhogingen die ze hebben voorgesteld. Die heb ik zelf niet bedacht. Ik heb niet bedacht uh, dat je de belasting zou moeten voor... Uh, dat je een regeling die zorgt dat familiebedrijven... overgedragen kunnen worden aan kinderen, dat je die moet afschaffen... Ik heb niet bedacht om de belasting op spaargeld te verhogen, of uh, ik heb uh, dat soort uh, belastingverhogingen niet bedacht. Uh, en ik heb Jesse Klaver gisteren ook op de televisie horen zeggen: Nee, als er een probleem is, dan gaan wij niet kijken naar de overheid. Nee, dan moeten de belasting omhoog. En dat is als je denkt uh, uh, dat je voor zulke grote opgaven staat, als je dat in je mm -hmm. hoofd houdt. Uh, waar zoveel geld in geïnvesteerd moet worden, ook door burgers en bedrijven, ja, dan is dat gewoon de verkeerde weg. Een goed lopende economie ja, is de beste garantie dat je ook geld hebt voor politie ja. en voor onderwijs en voor zorg. Dat we ook allemaal heel belangrijk vinden. Je zegt ook in een van de interviews: bedrijven uh, uh, worden veel als vijand en als graaiers afgeschilderd. En ik merk ook dat er geklaagd wordt in het bedrijfsleven. Je komt natuurlijk uit dat bedrijfsleven. Wat, wat, wat merk jij daarvan? Nou, ik zie dat het bedrijfsleven, althans heel veel mensen die ik zo dagelijks ontmoet, dat die zien dat er heel veel nodig is. En die zien dat zo'n energietransitie niet uitgesteld kan worden. Dat we daar allemaal wat aan moeten doen. Ik was bijvoorbeeld zaterdag op bezoek bij een uh, bedrijf en die maakte wegwerpplastic vorkjes en lepeltjes en bakjes, he, die je in het vliegtuig krijgt en zo. En die is aan het overschakelen op duurzaam uh, uh, plastic waar je alles kan recyclen. Houten, wat dikker. Plastic bekers, die breng je terug en dan maken ze gewoon weer nieuwe van. Dan moet je dus de hele, uh, al die productielijnen moet je omzetten, die moet je allemaal aanpassen. En als je dan zegt, ja, we willen ook dat je energie onafhankelijk wordt, dan moet je ook investeren in je zonnepanelen. Mm -hmm. Dus die bedrijven staan voor zulke grote uitdagingen dat ik denk, wij moeten als overheid en als bedrijfsleven en als universiteiten samenwerken, de handen in één slaan en kijken, jongens, we hebben zo'n grote opgave, hoe kunnen we dat samen doen? In mm -hmm. plaats van uh, dat we op elkaar afgeven. Dus we moeten elkaar juist in positieve zin zoeken om, het, uh, om, om dit en op daar waarschuw te je voor dus met met links hè, die natuurlijk uh, nou ja ze doen het hartstikke goed in de peilingen overigens zijn jullie nog steeds de, grote in de peiling, grootste in de peilingen grootste in de peilingen als uh, VVD maar samen als blok kunnen zij echt wel een uh, flinke positie nemen en daar waarschuw je voor. Ik zeg tegen mensen die gaan stemmen. Je kan ergens op stemmen. Wil jij als wij geld uh, tekortkomen als overheid, wil je dan dat de overheid eerst naar zichzelf kijkt en de broekriem aantrekt? Of wil je dat de belasting omhoog gaan voor burgers en bedrijven? En dat is een hele heldere keus. En ik zie die keus steeds terugkomen. Ik zie terugkomen in de plannen uh, uh, van mm -hmm. d 66 en GroenLinks die ze al lang uh, hebben ingediend. Maar ik zie het ook terugkomen in de reactie uh, voor, uh, nou we hebben een prijsplafond ingesteld. Dat moet betaald worden. Wie Gaat dat betalen? Is natuurlijk een belangrijke vraag na de verkiezingen. Ja. Wat, wat hebben jullie zelf niet goed uh, ingedaan? Want uh, als je ook het bedrijfsleven hoort, die moord inderdaad over bepaalde dingen die uh, zijn gebeurd, En dat proef jij dus uh, ook terug. Maar ja, ik denk dat was de VVD natuurlijk ook wel zelf bij. En soms merk ik ook wel dat de, de reflex dat mensen dan zeggen: ja, uh, nu zijn het verkiezingen en dan horen we deze teksten van de VVD. Maar dat draait uiteindelijk weer heel makkelijk om. Ja, ik denk dat je uh, uh, het samen moet doen. Uh, en ik denk dat er ook pro grote problemen zijn die ook heel moeilijk op te lossen zijn. Uh, als je kijkt naar het elektriciteitsnet, ja, dat zit vol. Dus veel bedrijven die, die juist meehelpen aan die energietransitie, bijvoorbeeld die batterijen maken, ja, die zeggen tegen mij, wij moeten naar Duitsland of België, want wij kunnen hier niet op het elektriciteitsnet. Uh -huh. Ja, daar moeten we dus met elkaar dan een oplossing voor zorgen. Daar nou, moeten maar we hoe creatief je dan terug op de VVD-tijd van de afgelopen periode, waarin toch ook heel veel lastenverzwaringen zijn uh, doorgevoerd en waar bedrijven zich niet meer. Meer echt welkom hebben gevoeld. Nou, wat belangrijk is, is dat de inkomstenbelasting uh, uh, drastisch naar beneden is gegaan. Dat vond ik ook heel belangrijk. Mm -hmm. Werken moet wel lonen. Uh, maar wat je niet moet vergeten is dat wij drie grote crises achter elkaar over Nederland geraast hebben. We begonnen met de financiële crisis. Mm -hmm. Toen kregen we corona met de lockdowns. Vorig jaar februari zaten we nog in lockdown. Heel veel mensen vergeten dat. En zo'n beetje de dag dat we eruit kwamen... viel uh, Rusland uh, de Oekraïne binnen. En zaten we in de volgende crisis met grondstoffenprijzen... Uh, die omhoog schoten, energieprijzen en, en inflatie. Dus het is natuurlijk ook helemaal niet makkelijk om te regeren. Maar ik denk wel dat je duidelijk moet maken waar jou... Prioriteit ligt. He, en we weten allemaal, we leven in coalitieland en we moeten overal water bij de wijn doen. Mm -hmm. Maar waar zet jij je als partij in die discussies Voorin. voor in? Uh, en laten we daar dan uh, ook een punt uh, van maken, want jullie maken je vooral zorgen om de hogere linkse belastingen. En onlangs stelde je nog in interview met nu.nl dat je in principe voor belastingverlaging op alles bent. En daar gaat de kettingvraag ook over, want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met mij liever. Van die linkse kant, PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer. En die had deze vraag voor jou. Luister maar. En gisteren stond er een interview met uh, haar collega, VVD-collega Remkes, oud-minister, oud-gouverneur. Uh, hij wordt altijd ingevlogen als uh, VVD-premier Mark Rutte er niet uitkomt. En hij werd geïnterviewd en hij zei over de uitspraken van mevrouw Schippers over belastingenverlagingen, zei hij dit. Ik ga hem even quoten: als je de indruk wekt dat je in de komende vier jaar over de volle breedte de belastingen wilt verlagen, dan is dat een buitengewoon onverstandige uitspraak. En mijn vraag aan mevrouw Schippers: is, bent u het? Eens met de heer Remkes dat die uitspraak onhandig was. Nee, ik uh, ben ervan overtuigd dat uh, de inzet van de VVD in principe altijd moet zijn om, uh, als het mogelijk is, de belastingen te verlagen. Ik begrijp tegelijkertijd dat dat niet altijd kan. In hetzelfde interview heb ik ook gezegd: ik ben er niet op tegen om belastingen te verschuiven, bijvoorbeeld van hele grote vermogens. Uh, naar verlaging van de inkomstenbelasting, maar dat is wat anders dan, dan belastingverhoging. Mm -hmm. Dan verschuif je dus belasting uh, die nu betaald wordt uh, te weinig misschien, hè, mm -hmm. volgens sommigen, van mensen met heel hoge vermogens. Ik kan mij voorstellen dat je zegt: ja, wij willen eigenlijk dat mensen die werken minder overhouden, meer overhouden. Dus la laten we daar de belastingen verlagen. Dus als maar je, je dat zei soort... natuurlijk ook wel: ik ben in, uh, in principe voor een belastingverlaging op alles. Hè. Ja, daar, daar wordt deze ze ook in ja. principe. Um, en dat is natuurlijk. en daar ging dat interview met Remkes ging over veel meer. Dat er toch in de politiek, eh, nou ja, los van dat er te weinig geluisterd wordt en vooral eh, nou ja, men aan het zenden eh, is, dat er ook gewoon valse beloftes worden gedaan. Dat je daar ook gewoon eh, problemen mee krijgt. Tegelijkertijd snap ik ook jouw coalitieverhaal van ja, je moet ergens gewoon weten waar je op kiest. En uiteindelijk moeten we tot een compromis komen. En kan je die belofte nooit helemaal eh, waarmaken. Maar. Waar zit het punt wat hij aansnijdt, waarvan je zegt: ja, dat is misschien toch niet zo handig hoe ik dat heb gezegd? Nou, kijk, weet je, ik ben ervan overtuigd dat als wij een goed groeiende economie hebben, mm -hmm. dan haal je daar belastingen op binnen. Belastingen die er al zijn. En dan heb je, kun je die gebruiken voor je onderwijs, je politie en, en je, je zorg. Uh, dat is ook in het belang van de meest kwetsbaren in deze samenleving. Want die hebben ook belang bij een goed draaiende economie. Want dat betekent dat er geld te verdelen is. En wat ik de afgelopen uh, uh, tijd uh, heel veel heb gezien, is dat heel veel debatten gaan over herverdeling. Die gaan nooit over hoe krijgen we de economie harder aan het groeien, zodat we als, als land meer welzijn hebben. Maar die gaan eigenlijk altijd over. Over hoe gaan we wat we hebben nog verder herverdelen? En ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn die voorliggen voor mensen om te weten. Ik vind het zelf echt niet kunnen dat als je meer gaat werken, dat je er minder aan overhoudt. Mm -hmm. uh, ik vind dat als je meer gaat werken, moet je er ook echt. Gewoon goed meer aan overhouden. Uh, ik vind als je werkt, uh, dan moet je kunnen leven van het geld waar, wat je verdient. Ook als je op het minimum zit. Dus ik ben heel erg blij dat het kabinet niet alleen de inkomstenbelasting heeft verlaagd. maar ook het wet minimumloon heeft verhoogd. Mm -hmm. Omdat ik vind dat je een fatsoenlijk leven moet kunnen leiden. als je um, fulltime werkt in dit land. Dat zijn allemaal cruciale punten die je wel, uh, vind ik, uh, uh, nou ja goed voor het mm -hmm. voetlicht moet brengen. Maar zit er niet ergens, toevallig uh, heb ik onlangs een week gemaakt het Big Five van het kapitalisme. En met verschillende perspectieven daar een hele week uh, over gehad. En dan proef je ook wel dat we ergens. Uh, toch in een tijdperk leven nu dat we het een beetje eindig is die winstmaximalisatie die we hebben gezien. En dat we toch ook anders naar dingen moeten gaan kijken. Misschien ergens een stapje terug moeten doen voor de mensen die het misschien beter hebben dan uh, anderen. En ik zie een lach op jouw gezicht. Ik weet niet precies wat die betekent. Nou ja, dat winstmaximalisatie vind ik helemaal geen doel. Op zich, ik vind het ontzettend belangrijk dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik vind het cruciaal dat wij bedrijven hebben die niet. Voor uh, de profits alleen gaan, maar die een goed oog hebben voor de people en de planet. Mm -hmm. En juist die omslag is voor mij een uh, belangrijke motivatie om de politiek terug in te maar stappen. Maar als je zegt in principe belastingverlaging voor alles, dan weet je uiteindelijk dat het ook ten koste gaat aan uh, voor bepaalde groepen zorgen. Want het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Nee, je kunt natuurlijk ook uh, met elkaar oplossingen vinden voor problemen die we hebben in de wereld. Die exporteren, daaraan verdienen. En dan heb je dus met elkaar als samenleving meer te verdelen. En dat betekent dat je dat ook kan verdelen op een manier waarop de meest kwetsbaren daar uh, belang bij hebben. Ik vind dat je in de transities die voorstaan. Uh, groepen mensen die niet goed mee kunnen komen. Ik zie het iedere dag: hè? Mm -hmm. dan zit ik ergens op het terras en dan zie ik een oudere dame. en die moet dan ineens haar auto parkeren met een app. ja. Die mevrouw weet gewoon niet hoe ze dat moet doen. Mm -hmm. Die weet niet hoe ze haar bankrekeningen moet doen. Ik zie het bij mijn eigen, in mijn eigen familiekring. Uh, dat je moet helpen hoe bankzaken worden gedaan. Ja, deze mensen voelen zich uh, niet meer echt onderdeel van de samenleving. Dus ik vind juist dat je in de samenleving moet investeren. Maar je moet eerst het geld verdienen.